We zijn op een gegeven moment in de Zorenvalleien ingereden. En de Australiërs reden voorop met hun quads. En de eerste of de tweede quad die komt in vuurcontact, waarbij eigenlijk de bestuurder gewond raakt. En op het moment dat er dan geroepen wordt, we hebben een man-down, niet wetende wat voor gewond, of hij al meteen omgekomen is, of wat voor verwondingen die heeft. Maar we moeten ruimte creëren om die vent terug te halen en naar de medevac te brengen. Dus de helikopter die hem medisch komt ophalen. Ja, dat zijn wel momenten dat je, fuck, nou gaat het wel even ergens om. En dan kan je je eigen angst, of je stapt dan bewust wel dat gevaar weer in, omdat je dan die maat wil helpen. Ongeacht wat de consequentie daar dan weer van is.